Peter Craft & Draft, 40 bieren van de tap. En 40 zitplaatsen. Dat is een ambitieus concept. Dat begrijp ik. Als je dan die flesjes die ik ook weer mee kan nemen. Ik heb zomaar het gevoel dat er nog een addertje onder het gras zit. Want als er ook één ding is waar we Peter allemaal voor kennen, dan is het: Peter is een man van een woord. En ja maar. Er is altijd nog iets extra's. Ik geef hem een hand. Peter, we hebben een afspraak. Ja. Oh ja, jammer. Ik wou er even op terug willen komen. Ik ga daar voor de rest niks over zeggen. Ik weet het natuurlijk wel, maar ik ga er niks over zeggen. En ik ben heel blij dat daarmee eigenlijk de cirkel rond is. Want we zijn, ook al heb je dat nu misschien niet door, terug waar we 300 jaar geleden waren. En wat dat precies is, dat zal Peter zo meteen denk ik zelf uitleggen. Maar jij mag het uitleggen en wij onthullen. Maar zal ik het dan eerst uitleggen voordat het onthuld is, of wil je het eerst onthullen en dan uitleggen? Mag jij beslissen? Wel een hele vage film hoor. Ja. Laat het eerst even zien. Nou, meiden. Helemaal aan het einde. Wil je hier in het midden nog even een beetje helpen? Dit is het meest geavanceerde computapsysteem of Peter is nu echt een krent geworden en mag geen druppel hier verloren gaan. Nee, we zijn 300 jaar terug in de tijd waarbij een café niet alleen een plek was waar je heen kon gaan om bier te drinken ter plekke, maar waar je, en zo zie je dat nog steeds wel in Tsjechië en andere plekken in de wereld, met je kruisje onder je arm heen kan lopen en gewoon een fles bier bestellen en er weer mee terug naar huis kan nemen. Of, en wat dat betreft kunnen we Peter en zijn vrienden een zeker zakelijk inzicht niet ontzeggen. Je ligt hier zo meteen om de hoek in het Vondelpark. Het is prachtig weer. Je begint een matje ligt uit. De doosjes zijn klaar. Natuurlijk is de man die het mee zou nemen vergeten voor het koude bier te zorgen. Wel, niet alleen kun je kiezen uit 40 verschillende soorten. Maar Peter heeft het helemaal voor jullie in orde gemaakt. Zullen we ook de 40 soorten mee even laten zien? Oh. Yeah. Ik wilde wel even nog een kleine tekst uitleg geven voor misschien sommigen die denken van, hoe kan dit? Nou, we hebben dus ook het winkeltje. Oftewel, als je lekker in de bar zit, dan doe je wel bij de barman de bestelling, maar uiteindelijk zal je je bestelling afrekenen in het winkeltje. En dat is de Nederlandse wet. En het voordeel is, het was lastig te vinden. Dat weet altijd wel, dat ik flink met de gemeente in de weer ben geweest. En gelukkig dit pand een detailhandelbestemming heeft en een horeca. Daardoor is dit mogelijk, dat beide bestemmingen erop zitten. En vandaar dat we deze locatie het konden waarmaken, wat we zo graag wilden. En die weer. Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen, behalve dat ik nog wel even een klein woord extra wil spreken naar de krachten achter jou. Natuurlijk, Kim, onverslaanbaar. Ik bedoel, wat hebben jullie allemaal al niet samen meegemaakt en wat voor rare rollercoasters hebben jullie samen al bereden? Het team is natuurlijk niet alleen maar Frans en Albert, maar jouw onverslaanbare team wat je inmiddels door de jaren heen om je heen hebt verzameld. De bekende gezichten, ik ga het niet allemaal bij naam en toenaam noemen, want ik ben er vooral heel erg trots op dat ik naast jou kan staan, grote vriend. En omdat je niet de ambitie hebt om op grote voet te leven, maar wel passend bij de gedachte wat je begonnen bent, dacht ik, kom, we nemen eens een keer een klein cadeautje voor je mee. Heel veel succes. Blijf ons verrassen. Blijf ons verbazen. Dus. Even voor de goede orde, wat is de bedoeling nu?
dat wilde mijn personeel heel graag dat even. Jullie nu nog stil zijn. Ja, straks zit er wat drank in de man en vrouw en dan wordt het wat luidruchtig allemaal. Tot 8 uur gaan de kranen open en krijgen jullie een proefglaasje. En de bedoeling is juist om alles een beetje te kunnen proeven. Er komt genoeg personeel achter de bar. Zo even de eerste ronde even te wachten. Maar daarna gaan we natuurlijk keihard aan de slag. En uiteindelijk, als er gedronken wordt, moet er ook gegeten worden. Ofwel, daarachter, bij de mooie koperen brouwerijlampen, hebben we heerlijke hotdogs. Dus ook wat voor de maag. En ik zou zeggen, laten we het even goed inwijden met een goed glas bier. Dankjewel. Jan Nieuwenhuis en ik ben hier omdat ik redacteur van Pintnieuws ben en ook omdat ik in het bestuur van Stibon zit. Pintnieuws zeg je. Wat is Pint? Pint is een vereniging voor speciaal bier in Nederland. En mensen die lid zijn van onze vereniging die krijgen ook ons blad Pint Magazine. En dat is een blad dat ik eigenlijk, dat is een niet-commercieel blad over speciaal bier in Nederland. En Pint is dat is echt voor de speciaal bierliefhebbers? Ja, dat is echt voor de speciaal bierliefhebbers. Niet dat we niet de hele biercultuur in Nederland proberen in kaart te brengen. Maar het speciaal bier, ja, daar gaat ons hart toch echt wel naar uit. En volgens mij is het dan een hele bloeiende vereniging. Het is een hele bloeiende vereniging, maar we vinden eigenlijk dat de vereniging nog steeds veel groter zou moeten worden. We zitten nu op 3000 leden. Maar als je ziet hoeveel mensen er speciaal bier drinken en hoeveel mensen er ook geïnteresseerd zijn in speciaal bier, dan kan die vereniging nog veel groter worden. Want noemen ze een getal dan, want 3000 leden in een land als Nederland vind ik dat inderdaad ook wel weinig. Ik denk dat we binnen een paar jaar naar 5000 zouden moeten gaan. En ja, uiteindelijk zou je toch 10.000 leden moeten kunnen krijgen. Het zou gewoon moeten kunnen. En waarom moeten mensen lid worden van Pint? Nou, ik denk, er gebeurt zo ontzettend veel in Nederland. Het is bijna niet bij te houden. Wij proberen het bij te houden. Dus als mensen willen weten wat er allemaal gebeurt in Nederland op het gebied van bier. Ja, dat Pint eigenlijk toch echt het orgaan is waar je dan op de hoogte kunt blijven van wat er allemaal gebeurt in Nederland. En dan kan ik alleen maar dingen lezen of kan ik ook proeven en ergens naartoe? Kijk, ik ben van Pint Magazine, dus ik schrijf en je kunt bij mij dus de dingen lezen. Maar Pint doet veel meer. Pint heeft excursies, Pint heeft proefavonden. En Pint probeert natuurlijk ook, dat is ook een taak van Pint, om te kijken of wij dingen kunnen bereiken ook in Nederland op het gebied van bieren. Om mensen goed voor te lichten op het gebied van gezondheid. Dat zijn allemaal dingen waar we ons mee bezighouden. Hier voor mij staat dus echt een bierambassadeur. En je noemde net ook al Stibon. Wat is Stibon? Ja, Stibon is de Stichting Bieropleiding in Nederland. En met die opleiding proberen we mensen ook echt de mogelijkheid te bieden om meer te weten te komen van bier en speciaal bier. Cursussen te krijgen waar mensen zeg maar inhoudelijk meer informatie kunnen krijgen over hoe je bier maakt, wat je met bier kunt doen en ook hoe je bijvoorbeeld bier kunt als begeleiding kunt hebben van eten. Hè? We proberen heel erg in Nederland de wijnkaart te laten vergezellen door een bierkaart. Nou, en er zijn heel veel mensen daar heel enthousiast over. En inmiddels hebben we 35 mensen, denk ik ongeveer, die inmiddels biersommelier zijn geworden via Stibon. Nou, dat vind ik echt een fantastisch resultaat. Oké, en we staan hier nou bij een nieuw concept van bierpionier Peter van der Arendt. Craft and Draft. Je mag het noemen zoals je wilt, heb ik begrepen. Wat vind je hiervan? Ja, ik vind het... Kijk, Peter van der Arendt is natuurlijk een enorme pionier. Hij heeft het Arendsnest op de kaart gezet in een tijd dat Nederlands bier nog niet zo booming was als het nu is. Dus dat vind ik al enorm bijzonder dat hij dat gedaan heeft. Ja, en zijn biertempel is ook heel bijzonder met het Amerikaanse bier. Ja, en dit is weer een nieuw concept waarbij en een café en een winkel is. Dat vind ik heel bijzonder. Dus ja, dit gedeelte van Amsterdam, ook met de biertree erbij, dat wordt weer heel bijzonder, denk ik, op het gebied van bier. Daar mogen we heel blij mee zijn. Gaan we je hier vaak aantreffen? Ja, ik denk het wel. Het is wel dichter bij mij in de buurt dan het centrum. Dus ja, ik denk dat ik hier regelmatig te vinden zal zijn. En tot slot de vraag, wat is jouw favoriete bier? Ik denk de Sint Sixtus Abt. Nog even een keer? De Sint Sixtus Abt. Of de Rochefort 10. In die richting. Dus Sint Sixtus, dan hebben we het over West Vleteren. Ja, dan hebben we het over de West Vleteren. Ja.
Oké. En de Rochefort 10 dus ook een andere trappist. Je bent van de trappisten. Ik ben van de trappisten. De wat donkere, zwaardere bieren vind ik heel erg lekker. Maar in de zomer vind ik een geuze ook fantastisch. Heb ik toch nog één vraag voor je. Bier in blik. Wat vind je daarvan? Ja, bier in blik. Voor mij is bier in blik altijd zoiets geweest, daar blijf ik ver van. Maar sinds mijn collega een verhaal heeft geschreven over bier in blik in de Verenigde Staten. En daar toch een heel mooi verhaal over schreef, vond ik. En ook dat er daar brouwers zijn die zeggen, ja, ons bier moet gewoon uit blik gedronken worden. Ben ik er wel anders naar gaan kijken. En ik bedoel, in het Nederlandse bier zal ik niet zo gauw uit blik drinken. Maar als ik in Amerika ben, zal ik er zeker naar gaan kijken. Maar dan, als het in Amerika nu al een feit is, dan gaan we dat in Nederland over 2 jaar ook meemaken. Ik weet het niet. Ik moet het maar zien. Want ik denk dat de Nederlandse consument daar een hele grote stap voor moet gaan zetten. We gaan het beleven. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Mijn naam is Pieter. Ik ben bedrijfsleider van Café Gollum. Er zijn inmiddels 4 Café Gollums hier in Amsterdam. En wij zijn ook gespecialiseerd in speciaal bier. En je hebt een nieuwe collega erbij. Of moet ik zeggen concurrent? Nee, dat is niet als collega. Als Amsterdam neer kan gezet worden als bierstad, dan is dat alleen maar goed voor ons allemaal. Want je bent van Gollum, zeg je, en er zijn al 4 Gollum-cafés in Amsterdam. Is dat niet wat veel voor een stad als Amsterdam? Nee. Er is in Amsterdam echt veel ruimte voor speciaal bier. En wij zien alleen maar de markt eigenlijk groeien voor speciaal bier. En niet alle cafés hebben ook dezelfde thematiek. Dus de basis zijn Belgische speciaal biercafés, maar de nieuwste aanwinst is een meer internationaal gericht speciaal biercafé. En wat is echt onderscheidend van Gollum? Dat er in een prettige sfeer van heel mooi bier geproefd kan worden. Zonder dat daar heel moeilijk over gedaan wordt. Eigenlijk een beetje zoals wij spreken in België ook een speciaal biertje besteld in het café. Je moet er niet te moeilijk over doen. Bier moet lekker zijn. En bij Gollum kun je gewoon genieten zonder dat heel ingewikkeld is. En als we vanavond niet moeilijk willen doen, wat hebben we dan in het glas? Ja, hier denk ik dat ik zo meteen wil gaan genieten van bijvoorbeeld een Punk IPA. Een wat lichtere IPA van Brewdog. Dat vind ik zelf heel erg prettig. Ik hou er altijd wel van als bier niet te zwaar is, maar wel veel smaak heeft. En als het echt heel bijzonder moet zijn, je hebt wat te vieren. Wat komt er dan? Ja, dat hangt een beetje van de gelegenheid af en of je erbij eet of niet. Maar ja, ik bedoel, gewoon een traditioneel klassiek als een Westvleteren 12, ja, is bijvoorbeeld niet te versmaden. Dat gaat er altijd in die Westvleteren, die blijft altijd maar terugkomen. Ik denk dat de klassiekers zullen blijven bestaan, ja. Die kun je niet onderschatten. En wanneer wordt het 5e café van Gollum geopend? Nou, we zijn nu nog maar 2 maandjes open met de laatste aanwinst. Dus laten we daar ons eerst even op richten. Oké, dankjewel. Graag gedaan.